Mijn moeder is lerares in het basisonderwijs geweest. En mijn vader is leraar ook op een hbo-school. Na mijn studie heb ik overwogen om een onderwijsmaster te doen. Alleen ik had al genoeg tijd genomen voor mijn eigen studie. Dus het werd wel tijd om eens geld te gaan verdienen. Hij geeft niet les op de traditionele manier, zeg maar, als docent voor een klas gaan staan en je verhaaltje doen. Maar hij creëert eigenlijk een hele omgeving waarin jij je goed voelt, waarin jij jezelf kan zijn en waarin jij heel veel kan leren. Ik ben docent industriële robotica en dat betekent dat ik studenten leer hoe ze industriële robots moeten bedienen en hoe ze die moeten inzetten in het bedrijfsleven. Daarnaast geef ik ook nog een paar vakken bij de opleiding werktuigbouwkunde en begeleid ik nog wat projecten. Alles wat je hier doet is echt. We doen geen nepopdrachten, we doen geen fake opdrachten. Alles wat je hier doet is op het volbrengen, gericht op het volbrengen van, van echt een opdracht voor het bedrijfsleven. En dat is wat ze in het buitenland vaak minder doen. Dat is echt een pluspunt van wat we hier doen bij de Faculteit voor Technologie. En wat je merkt bij studenten uit het buitenland, het zijn studenten die uit hun comfortzone willen stappen. Het zijn studenten die niet per se de makkelijke route kiezen. Wat ik merk is dat bij de goede lessen of bij de goede projecten of de goede overleggen, dat ik niet precies kan voorspellen hoe het loopt. Dat ik niet precies weet waar studenten mee komen, dat ik niet precies weet wat er gaat gebeuren. En dat studenten met ideeën komen waar ik zelf niet eens aan gedacht had. Er lopen hier studenten rond die slimmer zijn dan ik, die beter zijn dan ik in bepaalde gebieden. En ja, dat maakt het gewoon fantastisch leuk. Wat ik dus bij Thijs heel erg zie is dat hij eigenlijk ook gewoon de hele tijd bezig is van oké, hoe kan ik de opleiding, hoe kan ik mijn vak, mijn minor, beter maken voor de studenten. En hij haalt ons soms ook gewoon bij van oké, jongens, ik heb dit en dit probleem, ik zie dat dit niet werkt, hoe ga ik dit de volgende keer beter doen? En als meer docenten dat voorbeeld gaan volgen, dan wordt het hele onderwijssysteem gewoon beter. Echt het belangrijkste van het vak van docent is voor mij in ieder geval het zo goed mogelijk maken van jonge mensen als dat ze mogelijkerwijs kunnen zijn. Ik ben Thijs Brilleman, docent industriële robotica.